VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en het Vervoerscollege Venlo. Jeugdige talenten in actie op de toptoernooien van VVV en amateurclubs in de regio. En een elftal vragen voor Niels Reuseler. Met nu de eerste helft. Waarom ben je gaan voetballen en hoe oud was je toen? Ik werd door mijn vader meegenomen naar de voetbal. Ik was volgens mij 3 jaar oud toen ik voor het eerst tegen de bal echt aantrapte. Daar leer je toch altijd veel snel en veel vrienden kennen. En hij vond het ook belangrijk als kind ook gewoon te spotten. Dus van daaruit. Ja, tegenwoordig ben je verdediger. Is dat altijd zo geweest? Nee. Maar ik denk dat je als kleine jongen altijd begint ergens voorin in de spits. Graag doelpunten wilt maken. En dan ging het gewoon elk jaar gewoon een linie terug bij Twente. Toen ik naar Twente ging met een jaar of 11, was ik ook nog middenvelder. En vanaf de C stond ik dan in de verdediging. Had je vroeger ook een idool als voetballer? Ik was niet echt van de idolen. Je had wel altijd spelers waar je naartoe ging kijken. Ook door de jaren heen, omdat je gewoon steeds van positie veranderde, in mijn geval tenminste. Maar een echt idool had ik niet, nee. Wat zou je nog willen verbeteren aan jezelf als voetballer? Ik denk dat ik nog wat doelpunten kan maken. Dat is vrij weinig geweest dit seizoen. Vorig jaar viel best mee met 2 doelpunten. Iets gevaarlijker uit de standaard situaties. Ik zat een paar keer niet mee dit seizoen met een lat of een paal. Maar dat zijn sowieso punten die nog sterker kunnen. Wat is je mooiste moment als voetballer tot nu toe? Heel mooi was natuurlijk de promotie vorig jaar. Dat maak je niet zomaar mee. Ook speciaal dat je nog kampioen werd erbij. Wat extra mooi is. Maar ook wedstrijden in Duitsland. In de beker toen tegen Borussia Dortmund. Mooie wedstrijden gehad tegen Aubameyang en Royce Kutze. Zulke wedstrijden zijn natuurlijk ook heerlijk. Waarom heb je rugnummer 13 op je shirt staan? Mijn eerste rugnummer bij Twente was nummer 31. Dat was een beetje een geluksgetal voor mij op een bepaald moment. Bij andere clubs had ik sowieso altijd een nummer met een 3 erbij. Dan kwam ik hier, was nummer 3 bezet en nummer 31 ook. Dus koos ik voor 13. Je kunt al goed Nederlands, maar kun je eigenlijk ook al wat Venlose woorden? Paar woordjes kom je wel eens voorbij. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vrij weinig van begrijp. Ook al zeggen ze dat het, dat de Nederlanders hier zeggen dat het gewoon naar Duits lijkt. Maar ik denk dat ik best goed Duits kan. En ook Nederlands. Dus voor mij is het vrij moeilijk. Straks de tweede helft met meer vragen voor Niels. Nu talenten van de toekomst in actie op de toptoernooien in de regio. Afgelopen weekend werd op het Theo Lommen Sportpark van Ivo Velde het Top D toernooi gespeeld. Er waren jeugdteams van verschillende grote internationale clubs en uiteraard VVV onder 13. Als opleiding zijn deze toernooi heel erg belangrijk. Wij hebben er inmiddels 5. We vinden het belangrijk dat onze spelers, jeugdspelers, ervaring leren opdoen tegen het spelen van verschillende tegenstanders, verschillende culturen, misschien wel systemen. Het spelen van toernooivoetbal vergt andere vaardigheden en gedrag. Dus wij vinden het heel erg belangrijk op het gebied van voetbal, maar ook in de samenwerking met de regio en met name met de amateurclubs. VVV heeft een ondersteunende rol bij deze toernooien. De Venlose Club helpt bij het zoeken van deelnemers en legt de contacten met de clubs. De organiserende verenigingen werken ook samen met elkaar. Een opzet die al meer dan 25 jaar succesvol blijkt. Ja, het geheim van succes is met name de samenwerking tussen amateurclubs en VVV. Maar met name de kracht ligt bij de amateurclubs die het organiseren.
Als je kijkt naar de organisatie die erachter staat, ook bijvoorbeeld vandaag Velden, maar ook de andere toernooien. Ja, daar zit een hele groep van vrijwilligers achter, sponsoren, de club zelf. Ik denk dat dat de grootste kracht is van de toptoernooien. Dat is afzonderlijk van elkaar goede toernooien en een gezamenlijkheid samen met VVV, de kracht van het samenwerken. De grootste uitdaging voor de organiserende vereniging zit hem in het onderbrengen van de voetballertjes bij gastgezinnen. Zo zijn er in Velden 45 gezinnen nodig om dure hotelkosten uit te sparen. En die blijken lastig te vinden. Doordat wij de gastgezinnen kunnen inzetten, kunnen wij natuurlijk ons budget gebruiken om voor andere dingen. En ook de maatschappelijke functie voor het gastgezin. Met kinderen van de BVO's die worden ondergebracht in gastgezinnen en zien ook de andere kant van de medaille. Niet alleen in de hotels, maar ook bij de mensen thuis. En ook dat wordt door de BVO's als heel belangrijk en heel goed ervaren. En daar willen we heel graag ons steentje aan bijdragen. Ja, dus voor volgend jaar al een oproep doen misschien? Het is nooit verkeerd, dus bij deze en iedereen die daar interesse in heeft, die kan zich bij de organisatie melden. En is van harte welkom voor het volgende seizoen. En misschien haal je wel een topspeler in huis. Zou fantastisch zijn, toch? Leuke herinnering voor later. Heel zeker weten, heel zeker. Ja, want op de toptoernooien waren al heel wat talenten te zien. De lijst met bekende voetballers die de afgelopen jaren te bewonderen waren op de velden in de regio is aardig lang. Ja, of het nu van Daley Blind is of van zijn eigen talenten of van Vito van Krooij is. De meeste talenten bij de topclubs hebben wel een toptoernooi bij VVV gespeeld. Omdat we verschillende leeftijden hebben, maar ook buitenlandse clubs die talenten hier hebben laten spelen, die uiteindelijk doorbreken in het internationale voetbal. Vanuit AZ is er 3 jaar geleden een speler geweest die hier op het toernooi gestaan heeft, die onlangs Europees kampioen geweest is. We hebben bij Sparta Praag een speler lopen die hier op het toernooi gespeeld heeft en inmiddels bij Sparta Praag 1 speelt. En we hebben een speler die bij Zenit Sint-Petersburg enkele jaren geleden hier gespeeld heeft en inmiddels ook in het eerste gedeputeerd. Ja, daar doe je het eigenlijk ook een beetje voor, of niet? Dat zijn de leuke dingen om dat achteraf terug te zien. Ja, dat is absoluut waar. Als je kijkt naar de clubs die we hier hebben en het niveau dat hier speelt, ja, zijn hier zeker jongens die later op de internationale velden terug te zien zijn. Ja. Het komende toptoernooi is op 9 en 10 juni het Jorrit Hendricks onder 11 toernooi in Panningen. Daarna volgt het onder 17 toernooi in Herten in augustus. Het laatste toptoernooi is in september in Grubbevorst voor de leeftijdsgroep onder 13. Nu terug naar een elftal vragen aan Niels Reuzeler. Het is tijd voor de tweede helft. Als je zelf een club mag kiezen om voor te spelen, welke club zou dat zijn? Als kleine jongen was ik supporter van Borussia Dortmund. Ook vaker in het stadion daar gezeten, voor de Gelbe Wand. Dat zou echt heerlijk zijn. Dat zou echt dat was toen een jongensdroom, zeg maar. Voor mij is het een heel mooie club. Lars Oenerstal gaf aan na zijn actieve carrière terug te willen keren naar zijn oude club. Hoe zit dat bij jou? Dus zulke plannen heb ik nog niet eens gemaakt. Ik weet niet of ik dan voetballen nog echt terug wil keren. Voor mij zou het ook leuk zijn iets anders dan voor zo'n club te kunnen betekenen. Ja, kan ook iets anders zijn. Ja, gewoon iets terug te geven. Je bent daar toch begonnen. Ik ben ook al redelijk vroeg verkast naar Twente met 11 jaar. Dus ik vind het altijd mooi om terug te keren. Daarom ben ik ook hier teruggekomen. Dus wie weet wat gaat gebeuren. Maar je hebt nog wel een band volgens mij, als ik het goed heb, in Bad Bentheim. Je broer, die staat er nog in het doel? Ja, mijn broer speelt daar nog. Mijn neef speelt daar nog. En mijn hele familie zit natuurlijk, woont nog in Bad Bentheim. Dus ik heb wel nog een band naar die stad, ja. En dan een korte keuze, FC Twente of VVV? Nu VVV. Ik draag Twente gewoon nog in mijn hart. Maar ik denk dat het gewoon vrij logisch is als je daar zo lang hebt gezeten en zoveel hebt meegemaakt. En je daar ook de kans hebt gekregen om voetballer te worden, profvoetballer te worden. Maar ik ben ook nu gewoon heel erg blij hier te zitten. Vind je het ook zo erg dat FC Twente gedegradeerd is? Ik
mij doet dat gewoon wel wat. Ik vind dat gewoon heel erg en voor mij was het gewoon onvoorstelbaar dat het zou kunnen gebeuren. Ik heb dat natuurlijk bij de club alleen maar de beste jaren eigenlijk meegemaakt. En dan is het eigenlijk onvoorstelbaar en ook pijnlijk dat de club degradeert. En tot slot, Niels, nog één keuze. Duitsland of Nederland? Ik vind de mix gewoon echt prima. Ik ben gewoon heel blij Duitser te zijn. Maar het is gewoon heel erg leuk werken in Nederland. Dat de mensen wat ontspannender zijn, vind ik. Maar ik woon ook niet voor niets nog over de grens in Duitsland. Omdat ik het graag bij wil houden. Ik vind de mix gewoon heel goed. Dankjewel Niels en dankjewel kijkers voor de vragen. Volgende week in VVV TV aandacht voor de verbouwing van stadion De Koel. Veel fans hebben die op de Z-tribune een kaart hebben, een seizoenkaart hebben. Die hebben vaak geklaagd over met name ook lekkages. Dus gewoon natte stoelen in de koudere periode. Dus wat in ieder geval gaat gebeuren deze zomer is dat het dak waterdicht gemaakt gaat worden. Dat betekent dat er op de huidige dakconstructie een nieuwe laag gaat komen. En daarnaast is een van de veel gehoorde klachten gewoon de tocht. Heeft ook te maken met de constructie, omdat je het dak mag niet wegwaaien. Maar je wordt meer winddicht gemaakt, zodat de tocht veel minder gaat worden en mensen hier toch aangenamer een wedstrijd kunnen gaan bekijken. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en het Vervoerscollege Venlo.